voorzitter, wat vindt u van de kandidatuur van Jesse de Metz voor het voorzitterschap van de vereniging? Nou, ik ben er wel blij mee. Eindelijk een keer een serieus iemand. En dan is er eindelijk een voorzitter die een keertje jonger is als ik, want alles is maar ouder. En Jesse is natuurlijk, ik ken hem 16 jaar, een verdomd goede schipper van de Filipijn. Ja, en een keer een die jullie een beetje opjut, dat jullie een keertje wat harder gaan roeien, denk ik. Dank u wel voor dit waardevolle oordeel. Graag gedaan. Dag meneer, waarom denkt u dat dokter er met zo'n fantastische ver zit zou zijn voor deze vereniging? Ja, dit hangt natuurlijk al jaren in de lucht. Hij werkt er naartoe. En hebben we het er ook bij Roets over gehad, natuurlijk in elke kikkeroei op Nederland over gehad, wat een enorme aanwinst dit zou kunnen zijn om de bonnen eigenlijk een keer vlot te trekken. Ja. En dat is een lichtend voorbeeld. En kent u hem al lang? Wat is uw eerste zo'n indruk van hem? Nou, het is een slagroeier met een heel eigen tempo. En daar kunnen we ons altijd enorm aan optrekken. We genieten er enorm van als we er voorbij roeien. Maar hoe die boot ook op sleep daarneemt, dan denken we van ja, als hij dit wat verder trekt, dan kan hij voor deze vereniging enorme dingen voor elkaar krijgen. Dag mevrouw, waarom denkt u dat dokter de Met zo'n fantastische voorzitter voor onze vereniging wil zijn? Nou, iemand met zo'n mooi lijf en die zo modebewust is en zo verschrikkelijk veel verstand van kleding heeft, die moet er gewoon voorzitter worden hier. Prachtig mens, mooie tanden, borsthaar, een balletlijf, echt geweldig. Wat een hartverwarmende woorden, dank u mevrouw. I am Jesse, the match, and I approve this message.